Hoi allemaal, vandaag leek het me wel weer eens leuk om een Q&A te doen. Dus ik heb op Instagram een foto geplaatst en daar had ik gevraagd of jullie vragen hadden. En ik had echt binnen no time heel veel vragen, echt niet normaal. Dus ik kan ze helaas niet allemaal beantwoorden, maar ik ga er een paar uitzoeken en die ga ik in deze video voor jullie beantwoorden. Om te beginnen waren er best wel veel vragen over of ik behalve YouTube nog iets anders doe qua werk en of ik nog studeer, allerlei school- en werkgerelateerde vragen. Ik heb VWO gedaan, toen ben ik de bachelor pedagogische wetenschappen gaan doen en gelijk daarna de master orthopedagogiek. En inmiddels ben ik alweer voor het tweede jaar werkzaam op het speciaal onderwijs als orthopedagoog, want ik ben daar eigenlijk ingerold via mijn stage die ik daar heb gelopen. En momenteel werk ik 3 dagen, dus dat is ook hartstikke goed te combineren met mijn blog en YouTube erbij. Waarschijnlijk zijn jullie ook wel benieuwd voor degenen die het niet weten wat orthopedagogiek inhoudt. En dat heb ik in een vorige video wel een keer uitgelegd, maar ik zal het nog even kort doen. En dat houdt eigenlijk in dat je je bezighoudt met de ontwikkeling van een kind. En daarbij werk je vooral met bijvoorbeeld ouders en leerkrachten. Dus met de kinderen om het kind heen. En als orthopedagoog kijk je eigenlijk hoe je de situatie voor een kind, ondanks zijn of haar beperkingen, toch zo goed mogelijk kan maken. Dus op welke manier de leerling zo min mogelijk last heeft van zijn of haar belemmeringen en tekortkomingen. Dus denk bijvoorbeeld aan een leerling met autisme die op een reguliere school, het geldt niet voor alle leerlingen, maar dat kan, heel erg overprikkeld raakt en gewoon echt overspoeld wordt door alle indrukken die er op hem of haar afkomen. En op het speciaal onderwijs is de dag veel gestructureerder, hangen er pictogrammen zodat de leerling duidelijk kan zien hoe de dag gaat verlopen. En zijn er veel minder leerlingen in een klas, waardoor het gewoon een veel voorspelbaardere en rustigere omgeving is. En zo kun je ook nog allerlei andere dingen bedenken voor leerlingen met ADHD. En ook niet bij iedere leerling met autisme werkt hetzelfde. Dus je moet continu afstemmen van omgeving op kind en andersom. Dus je kijkt echt heel erg naar die wisselwerking en hoe je die zo optimaal mogelijk kan maken. En ik vind het echt ontzettend leuk werk om te doen. Ik vind de afwisseling met YouTube en mijn blog ook heel leuk. Want ik zie dit eigenlijk meer als mijn hobby, hoewel ik er wel wat mee verdien, maar ik zou er echt niet mijn fulltime baan van kunnen maken. Daarvoor heb ik gewoon onvoldoende bereik. Maar ik vind het heel erg leuk dat ik überhaupt de mogelijkheid krijg om er het een en ander mee te kunnen verdienen. Want ja, ik doe het toch wel en dan is het leuk als dat erbij komt kijken. FabMLC vraagt: stel je mocht maar één reis maken met één persoon, waarheen en met wie zou je dan gaan? Nou, dan zou ik met Marco gaan, want ik vind het natuurlijk heel erg leuk om zo'n mooie reiservaring met Marco te delen. En we hebben nog wel een aantal reizen die we echt heel erg graag zouden willen maken. Maar Thailand lijkt me wel echt ontzettend indrukwekkend. En daar wil ik zeker nog een keer naartoe. Dus dan zou ik Thailand zeggen. Vrij veel vragen die gesteld waren, waren ook vragen zoals: hoe ben je begonnen met YouTube? En wanneer denk je te stoppen? Dus ik ga die nu even een soort van samenvoegen en mijn YouTube-verhaal vertellen. En eigenlijk, ik keek nog helemaal voordat ik begon nog echt maar net YouTube-video's. Ik kwam er een beetje bij via mijn zusje, want die keek zo ietsje langer een aantal. En dat was denk ik in de zomer van 2012. En toen dacht ik: wat leuk, die shoplogs en zo. En ik had al wel een blog, maar dat lag een tijdje stil. En toen heb ik gewoon spontaan een keer een video geüpload. Ik had nog geen idee of ik het überhaupt vaker zou gaan doen. En ja, op een gegeven moment ging ik het steeds regelmatiger doen. Ik merkte dat ik het heel erg leuk vond om reacties te krijgen. De interactie met kijkers. En ik doe het nu gewoon echt met heel veel plezier. En het zit echt in mijn systeem, om het maar zo te noemen. En voorlopig zie ik mezelf echt nog niet stoppen. Want ik beleef er gewoon heel erg veel plezier aan. En ik denk er natuurlijk wel eens over na van: zou er nou een leeftijd zijn dat je te oud wordt of zo om YouTube te doen? Want de kijkers zijn over het algemeen toch wat jonger. Hoewel ik laatst in mijn statistieken keek. En ik zag dat er toch ook best wel veel meiden boven de 18 zijn die mij volgen. Zelfs meer dan jongere meiden, maar misschien reageren die minder. Dus laat hieronder even achter hoe oud je bent. Dat vind ik wel heel erg leuk om te zien. Dan kan ik daar ook een beetje een beeld van krijgen. Want ik ben zelf 24 en ik voel me wel wat jonger hoor, geef ik eerlijk toe. Maar ik heb ook zoiets van: op zich, als je kijkers gewoon meegroeien met jou, dan kun je volgens mij vrij lang door blijven gaan. Maar je weet natuurlijk maar nooit hoe dat loopt. Misschien dat iedereen die nu naar mijn video's kijkt over een paar jaar überhaupt geen YouTube meer kijkt. Heel veel meiden vroegen ook: hoe ziet jouw leven er over 10 jaar uit? En ik hoop dat ik dan een stabiele baan heb, want ik heb nu gewoon nog niet echt baanzekerheid, zoals bij heel veel starters het geval is. Ik hoop dat wij een fijn huisje hebben, appartement, in ieder geval met een balkonnetje. We hebben nu geen buitenruimte en een eigen badkamer.
En ik denk over 10 jaar hebben we ook wel 1 of 2 kinderen. Hoop ik. Ja, eigenlijk een vrij standaard verhaal. Maar ja, ik word gewoon blij van de simpele dingen, denk ik. Beauty Splash vraagt liever voor altijd je wenkbrauwen niet doen of nooit meer lipproduct dragen. Oh, vind ik echt lastig, want ik vind wenkbrauwen echt heel belangrijk voor het tekenen van je gezicht. Maar lipproducten, daar ben ik gewoon echt gek op. Dus die zou ik ook niet kunnen missen. Dus ik denk dat ik dan een beetje ga vals spelen en dat ik zeg dat ik mijn wenkbrauw dan laat tatoeëren. Maar dan wel echt op zo'n mooie natuurlijke manier, zoals bijvoorbeeld Masha heeft gedaan. Zodat je die niet meer echt hoeft bij te tekenen. En dan zou ik gewoon mijn lipproducten lekker kunnen blijven gebruiken. Lotte Loves Beauty vraagt: zijn er doelen die je wilt behalen met je YouTube-kanaal? Ja, tuurlijk. Stiekem zou ik het echt heel erg gaaf vinden om überhaupt ooit nog de 25.000 te halen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik merk gewoon dat het ja, de laatste, sinds ik zeg maar bij de 14.000 was en ik ben nu 15.000, dat het gewoon echt wel langzamer groeit. En ja, ik weet niet, misschien heb ik mijn top bereikt. Het maakt me ook niet uit, want ik vind het nu al leuk dat er eigenlijk al zoveel meiden naar me kijken. En ja, wat vooral mijn doel is, is om het zelf met plezier te blijven doen en om ervoor te zorgen dat jullie het leuk blijven vinden. En stiekem zou ik het echt fantastisch vinden mocht ik ooit die 25.000 halen. Dus dat zou wel een doel kunnen zijn voor eind 2015. Maar ik denk wel dat het wel lastig wordt. Er zijn gewoon steeds meer kanalen en steeds meer meiden die super originele creatieve video's maken. Xrianne X vraagt: waar ben je het meest trots op? En dat vind ik best wel een lastige vraag om te beantwoorden. Het is altijd wel lastig om van jezelf over na te denken. Maar als ik kijk naar mijn persoonlijkheid, dan ben ik er heel erg blij mee dat ik nooit iets doe waar ik me niet goed bij voel. Ik heb heel duidelijk dat ik echt, als ik merk van oké, dit voelt niet goed, ga ik het ook niet doen. Ik heb best wel veel mensen in mijn omgeving, of tenminste vooral vroeger, waarvan ik merk dat ze vrij beïnvloedbaar zijn. En als ik terugkijk, al vanaf jonge leeftijd, als ik gewoon iets niet wilde doen, ook al deden al mijn vriendinnen het wel bijvoorbeeld, ik deed het gewoon niet. En ik kan dat ook niet eens. Dan voel ik me daar zo ongemakkelijk bij. Dus ik ben daarin best wel, ja, dan blijf ik echt bij mezelf, dicht bij mezelf. Ik laat me daar niet heel makkelijk in beïnvloeden. Kokenmeester Lot vraagt: als je 2 minuten de tijd had om aan de hele wereld iets te vertellen en iedereen zou naar je luisteren, wat zou je dan vertellen? Ik zou heel graag de hele wereld willen meegeven van: maak je niet zo druk om anderen. Kijk naar jezelf en waar jij je goed bij voelt. Maak je niet druk om wat een ander denkt of vindt van wat jij doet. En andersom, bemoei je ook niet te veel met wat een ander doet. Want als het die persoon gelukkig maakt, weet je, laat ze lekker. Ook al begrijp je het niet. Je hoeft niet alles te begrijpen. Het zou zo fijn zijn als iedereen gewoon meer op zichzelf gefocust is. Marloes ter Haar vraagt: wat is je favoriete ontbijtje? En dat is denk ik ons weekend- of vakantieontbijtje. En dat zijn gewoon lekkere broodjes uit de oven met lekker beleg en een gekookt eitje. Vind ik echt heerlijk. Sophie vraagt: wat vindt je vriend ervan dat je YouTube doet? Volgens mij vindt hij het gewoon heel erg leuk. Ik vertel dan natuurlijk wel eens wat ik heb bereikt. En dan vindt hij het echt heel leuk dat dat me gewoon is gelukt door filmpjes te maken. Hij vindt het ook helemaal geen probleem of zelfs leuk om in vlogs voor te komen. En soms als we ergens een dagje zijn, dan zegt hij ook van: moet je dit niet even filmen of zal ik dit filmen? Dus dan denkt hij ook echt mee. Dus dat vind ik heel erg leuk. Het is niet dat hij mijn video's gaat kijken. Het zijn natuurlijk toch vrouwenonderwerpen. Dat doet hij dan weer niet. En hij wil ook liever niet in een video echt ervoor gaan zitten. Dus vlogs vindt hij oké, maar echt dat we de camera zo neerzetten en een tag of zo gaan doen, dat doet hij liever niet. Dus dat accepteer ik ook gewoon. Jorien XO vraagt: voor altijd foundation of voor altijd mascara? Dan doe ik toch foundation, want ik kan altijd nog mijn wimpers laten verven. Mijn eigen wimpers en vervolgens nepwimpers opdoen of wimperextensions eraan laten zetten. Dus dan heb ik stiekem toch nog allebei. Ik ben echt een valsspeler met die dingen. Je kunt bijna altijd wel iets verzinnen waardoor je toch nog een soort van allebei kan hebben. X-Bente zegt: je mag maar 3 nagellakjes houden voor je hele leven om te gebruiken. Welke kies je? Nou, dan zou ik voor een nude kleurtje gaan. Iets zoals deze of misschien net wat meer taupeachtig. Voor een klassieke rode kleur en een transparante lak, denk ik. Vooral als ik vooruitkijk, want je zegt voor je hele leven, is het denk ik heel belangrijk om wel een beetje iets neutraals te hebben. Want ja, ik weet niet of ik over 10 jaar nog blij zou zijn met een blauw lakje of een glitterlakje. Er waren ook best wel veel vragen van YouTube of je blog of liever filmen of schrijven. Wat vind je leuker?
En dat vind ik echt heel lastig. De ene keer zit ik echt in een flow met artikelen schrijven en dan weer met filmen. Maar ik denk toch dat als ik echt een keuze zou moeten maken, dat ik voor YouTube zou gaan. En niet omdat ik dat leuker vind, want ik vind het even leuk. Maar wat ik wel leuk vind aan YouTube is dat ik voor mijn gevoel een veel grotere en directere interactie heb met mijn kijkers dan op mijn blog. Ik vind dat gewoon echt heel erg leuk. Dus dat zou ik niet willen missen. X-Eva die stelde allemaal vragen over hoe mijn 2014 was. Wat het leukste is wat ik heb meegemaakt, dat is denk ik de reis naar Istanbul. Echt een prachtige stad. Ik heb die reis gemaakt met mijn vriend en vader. Er staan ook vlogs van op mijn kanaal. Ik zal ze hieronder even linken. En dat vond ik echt heel indrukwekkend en echt ontzettend gaaf. En zij vroeg ook wat is iets wat je hebt gedaan waar je trots op bent. En dat is denk ik wel dat ik toch ondanks dat de rijlessen me niet zo lekker, niet zo vloeiend afgaan. Dat ik toch gewoon continu door ben gegaan. Ik heb er niet eens over gedacht om te stoppen. Want ik wil wel gewoon echt doorzetten. En ook al doe ik er gewoon langer over dan de meeste mensen. Dat accepteer ik van mezelf. Is wel lastig, want ik ben echt een perfectionist. En zoals dingen met school en zo, dat is me allemaal best wel, ja, vanzelfsprekend en zonder struggles afgegaan als ik terugkijk. En nu kom ik iets tegen waarbij dat niet het geval is. Ik had het wel een beetje verwacht van mezelf. Maar ja, het is jammer. Maar weet je, uiteindelijk kan iedereen het en ik ook. Dus ik zet gewoon door, ook dit jaar. Ik kom er wel en het duurt alleen wat langer. De weg is wat hobbeliger. Nou, dat waren alle vragen die ik in deze Q&A ga beantwoorden. Anders wordt de video veel te lang. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om te zien. En mocht je nog een brandende vraag hebben voor een volgende Q&A, dan kun je die natuurlijk gelijk hieronder achterlaten. En wie weet zie je die dan beantwoord worden in de volgende video. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je het leuk vond om te zien. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doeg! In de video van vandaag ga ik jullie mijn favoriete beautyproduct van het hele jaar 2014 laten zien. Maar voordat we met de video gaan beginnen wil ik jullie natuurlijk allemaal nog een heel gelukkig...